We hebben natuurlijk een hele vervelende tijd gehad met corona. En eigenlijk is alleen maar duidelijker geworden dat goed in je vel zitten en fijn voelen heel belangrijk is. En jullie geven hele inspirerende workshops, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Wij zijn begonnen met workshops afgelopen jaar. We hebben inmiddels 2 sessies gegeven, waarbij eigen regie op gezondheid en je beter voelen, regie op je welzijn centraal staat. Iedereen wil denk ik wel goed in zijn vel zitten. En nu geven jullie workshops, maar dat voelt gelijk weer als iets heel groots, grote drempel. Is dat ook zo? Nou, ik kan me voorstellen dat het voelt als een grote drempel, omdat en daar hebben we juist in deze workshop heel veel aandacht voor, omdat we de iedereen met verbeteren van welzijn en gezondheid vaak aan grote dingen denkt. Hè. Ik moet 3 keer in de week sporten, ik moet gezond eten, ik moet leuke dingen doen. En de focus bij ons ligt juist op kleine dingen. Kleine stappen die uiteindelijk helpen om wat grotere doelen te bereiken. In plaats van 3 keer in de week sporten, ga eens beginnen met een rondje wandelen van 10 minuten. Heel klein maken en haalbare doelen die uiteindelijk succesvol zijn. Maar is het wel nodig om zo'n workshop te volgen als van die hele kleine dingetjes zijn? Juist om de workshop te volgen, want de valkuil ligt erin in het groot denken. En hoe groter je je doelen stelt, hoe moeilijker het wordt om toch van de bank af te komen, of om toch iets gezonds te eten, of om toch contact te zoeken met die ene vriend, vriendin, buurvrouw, om iets te gaan ondernemen. Doelen zijn vrij te groot. We willen allemaal heel erg veel. En daardoor lukken dingen niet. En kom je weer in de teleurstelling van de dag terecht, waardoor dat je iets niet gaat doen wat je wel graag wil. Jullie hebben al een aantal workshops hierover gegeven. Wat zijn de reacties? Ja, de reacties zijn heel positief. We hebben van de deelnemers allemaal teruggekregen dat juist die kleine doelen en de focus op de domeinen van de positieve gezondheid, want daar gaan die 6 workshops ook over. Dus binnen elk domein dat er stilgestaan wordt van, nou, wat kan ik nou zelf doen? Ondanks alle ellende waar ik in zit, pijn die ik ervaar, tegenslagen in het leven waar je wel of geen regie op hebt, wat je toch zelf kan doen. En dat krijgen we echt wel terug van de deelnemers, dat ze dat als heel positief ervaren. Hoe kan ik meedoen? Kost het geld? Hoe werkt het? Nee, er zitten geen kosten aan verbonden. Wat we vanuit, enerzijds vanuit de LEF, we werken samen met de LEF-groep, het CMD en met onze oefentherapeuten Esther Teriele. En de 2 collega's dan van Medicentrum de Linden. En de workshops wordt volledig vergoed. Dus mensen kunnen zich inschrijven of via dsbzorg.nl of via de LEF-groep. En dan wordt aan de achterkant het geregeld en dan verzorgen wij de vergoedingen voor de training.